De rechtbank in Aken heeft oud-SS'er Heinrich Boeren veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De 88-jarige Boeren stond terecht voor 3 moorden die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland pleegde. Boeren was lid van een SS-commando dat moorden pleegde op leden van het Nederlands verzet. Boeren heeft zijn moorden toegegeven, maar zei dat hij alleen bevelen opvolgde. Na de oorlog werd Boeren in Nederland veroordeeld tot de doodstraf, later omgezet in levenslang. Maar hij ontsnapte naar Duitsland, dat hem niet kon uitleveren omdat hij een Duits staatsburger is. Ook was het Nederlandse vonnis daar niet geldig. In november vorig jaar begon in Duitsland een nieuwe rechtszaak tegen Boeren. Nu is hij dus na een halve eeuw ook daar tot levenslang veroordeeld. Nabestaanden van de slachtoffers zijn blij. I hope he will live. He will live still a long time. Boeren's advocaten gaan wel in hoger beroep. En in Aken is correspondent Margriet Brandsma. Margriet, ja, levenslange gevangenisstraf. Dus wat was de motivering van de rechtbank? De rechtbank zei vanmorgen heel duidelijk, er is geen twijfel mogelijk. Boeren heeft 3 onschuldige mannen vermoord. Hun enige misdaad was verzet tegen de Duitsers. Oké, het was oorlog, het was een andere tijd. Maar het blijft moord en dus blijft Boeren een moordenaar. Wat ook heel duidelijk bleek vanochtend in die rechtbank in Aken is dat de rechter het Boeren heel erg kwalijk neemt dat hij steeds heeft gezwegen tijdens het proces. Boeren had bijvoorbeeld excuses aan kunnen bieden aan de nabestaanden, zei de rechter. Hij had kunnen bijdragen aan de verwerking. Hij had ook bijvoorbeeld kunnen vertellen hoe het was om in de oorlog tegen je eigen land te voeren. Nou, dat heeft Boeren allemaal niet gedaan. En zei de rechter heel duidelijk, dat was voor ons medereden om inderdaad de hoogste straf de hoogste straf te laten zijn, namelijk levenslang. Ja, Margriet, nou gaat hij dus een hoger beroep. Denk je dat hij ooit nog in de gevangenis terechtkomt? Dat denk ik heel eerlijk gezegd niet. De advocaat van Boeren gaat inderdaad in hoger beroep. Dat zal hij eerst doen in Duitsland, bij het hoogste gerechtshof. Het vonnis zal dan ook nog wel getoetst worden aan Europees recht. Boeren is 88. De advocaat van Boeren zei wel, het was allemaal heel ingrijpend voor de man. Op deze leeftijd nog een keer levenslang krijgen. Hij was aangeslagen, maar de kans dat hij ooit nog in een gevangenis komt is zeg maar nihil. Margriet Brandsma in Aken.